En Jutta Leerdam die bereikte dit weekend een hoogtepunt in haar nog prille loopbaan, want zij werd wereldkampioen. Ja, ja, Jutta. Geweldig. En de krantenkoppen zijn lovend. Ik noem even wat dingen. IJsvee, koningin van Salt Lake City, Beest Diva. Zo ging het nog wel een tijdje door. Welke van die bijnamen past nou het beste bij jou? Beest. Beest? Ja. Zonder twijfel. Ik lijk op Instagram af en toe een diva, maar ja, ik ben echt een trainingsbeest. Ja? Ja, meer dan een diva. Ja. En beest, trainingsbeest, dat betekent dat je meer traint dan je eigenlijk hoeft? Nou ja, ik moet wel eerder geremd worden dan aangespoord. Want ik wil gewoon nergens iets laten liggen, zeg maar. Als er staat er 2 tot 3 uur fietsen, dan zal je mij nooit 2 uur zien doen. Dan doe ik altijd zeg maar de 3 uur. Ja. Dus eerder mij remmen dan aansporen. Maar ja, ik weet niet, ik wil er gewoon niks voor laten liggen. En, ja. Ja. Het beest gaat altijd door. Ik vind het wel een gekke bijnaam, hoor, het beest. Ja, trainingsbeest. Ja, trainingsbeest. Okay. Harder werken, zondag. Dat wel. Laten we even kijken. Zondag pakt hij goud op de 1000 meter. Zaterdag op de WK-afstanden. Leerdam dan. De opening gaat in. Keurig. Dat is goed zeg. 17.76. Dat is echt prima. Dat is sneller dan in Calgary. Laag blijven, dit is wat ze wil. Prima. En kan ze dan ook een 26.5 rijden als rondetijd? 26.15. Maar houdt ze het vol? Houdt ze het vol? Leerdam was al 5e een jaar geleden als rookie. Houdt snelheid en komt binnen in een Nederlands record. 1.11.84. Vlak boven het wereldrecord. Niet dat staat te geloven. 1.11.61. Haha, goud. Goud voor Jutta Leerdam. De Jutta Olympic Oval is voor Jutta. Ja, en hoe? Ja, dat mag volgens mij worden. Wat ik zo leuk vind, Jutta, je hebt hem meegenomen, de medaille. Ja, ja, pak hem er even bij. Ja, tuurlijk wil ik hem zien. Wat dacht je? Kijk, dat zien we niet alle dagen. Nee. Kijk, mooi. Ja. Wil je me even voelen? Nee. Ja, dat wil ik eigenlijk wel, ja. Ik ook wel even. Ja. Zo vaak voel ik dat niet. Nou, kijk eens even. Ja. Weet je wat ik wel apart vond? Jij zei eigenlijk na afloop van de race, ik had het eigenlijk niet verwacht. Had je dan van jezelf niet door hoe goed je eigenlijk was? Ik wist wel dat ik, zeg maar, bijvoorbeeld in de teamsprint reed ik een heel hard rondje. En ik wist gewoon wel dat ik dat kon. En dat ik op zich ook wel met de snelheid hier om kon gaan. Alleen, ik dacht... Hij moet wel weer terug, nog... in die middag. Nee. Mag heel even houden. Maar ik dacht, misschien is het nog iets te vroeg. Omdat ik, ja, ik ben nu 21 en ik ben eigenlijk elke keer stap aan het maken. En ik dacht, ja, dat is hopelijk over 2 jaar of zo. Ik had het gewoon nog niet nu al verwacht. Ik wist wel dat ik het kon, maar zo vroeg al wist ik echt nog niet. Ja. Zal ik hem weer teruggeven? Ja, ik dacht, Arnold, spreek jij Latijn? Spreek je het? Lees je het? Lees je het? Ik heb ooit op het gymnasium een paar jaar gezeten. Maar... Kan je het even vertalen? Poeh. Ja. Ik ben benieuwd. Palmam qui mervit ferrat. Ja. Ja. Ferrat, dat zal wel wat zal doen zijn. Ja, doen? Ja. Ja. Nou, we kunnen ook Thierry Baudet even appen. Dus. Ja, dat ja. Is... de palm, hè? Weet jij het? Ik haalde een 3 op mijn eindexamen, dus... Ik heb het laten vallen na 1 jaar, dus ja, nee, ik weet ik het ook niet. Mervit, ik kan Mervit ook niet, dat lijkt me werkwoord, maar... Nou goed, het zal iets zijn. Denk er nog even rustig over na, Arnold. Ik geef het je weer terug, maar... Ja. We hebben ook wat mooie beelden van jou meteen na de race, want ja. Jij viel... Koen was erbij, Koen Verwij, jouw vriend, ja. Die viel je meteen in de armen. Dat was eigenlijk wel aardig om te zien. Ik denk deze. Kijk, hier zien we dat. Hier voel je dat jij goud hebt gewonnen. Ja. Je was emotioneel ook op dit moment. Ja, natuurlijk. Het is echt maar echt, ik was gewoon een beetje in shock. En het was heel overweldigend natuurlijk. Ik zag al, je ziet onderaan in het beeld, zie je zeg maar plus of min zoveel seconden. En ik zag al dat ik 18 of zo voor lag voordat we in de laatste bocht nog moesten rijden. En toen wist ik eigenlijk al genoeg. Dus ja, toen schoot ik wel echt vol. Dat was echt even een besefmomentje van wow, ik ben gewoon wereldkampioen. Wat is dit? En op welke manier heeft Koen daaraan bijgedragen? Ja, op heel veel vlakken wel. Ja, sowieso. Hij is technisch heel goed, wat mensen misschien niet weten, maar hij helpt mij heel erg met mijn techniek. En dat zie je ook. Ik heb daar echt heel veel progressie in gemaakt het afgelopen jaar. Mm. En daarnaast is hij natuurlijk gewoon mijn vriend en dat helpt me al heel erg. En ook gewoon mentaal. Hij zei al vorig jaar, je kan hier al makkelijk winnen. En dan zei ik, ja doei, dat is echt niet zo. Maar nu, als ik dit zo zie, dan denk ik, het moet wel aanblijven tussen jullie, hè? Anders wordt het... Nee, dat komt wel goed. Jullie zouden ook broer en zus kunnen zijn als ik dit zo... Maar het lijkt me aan de ene kant heel prettig dat je geliefde je zo kan helpen bij alles. Maar aan de andere kant gaat het thuis dan natuurlijk al voortdurend over schaatsen. Nee, kom je daar ook niet van mee? Want sowieso thuis dan willen we het eigenlijk niet veel over schaatsen. Omdat we eigenlijk 24-7 samen zijn. Ja. We zijn natuurlijk met trainingskampen en thuis samen. En dan willen we thuis ook gewoon vriend en vriendin zijn. En we hebben genoeg dromen zelf. En we houden ook van hele andere dingen dan schaatsen. Dus zoals?
nou ja, van alles. Vakantie gaan, uit, ja. Zeg maar, uit eten, leuke dingen doen met vrienden. Ja. Zeg maar, zoals normale stellen ook hebben eigenlijk. En het schaatsen willen we dan gewoon thuis, willen we gewoon niet over hebben. Ja. Shinky, jij hebt ook veel gewonnen in jouw leven. Zit jij dan hier ook nog bij te juichen voor de televisie? Nou, ik vind het wel mooi. Ik kijk ook veel lange baan. En ja, dit hebben we wel met z'n allen gewoon op de hotelkamer gekeken. Ja, ja, wel een bijzonder moment toch? Ja, zeker. Zeker, ja. Jij had ook een bijzonder moment van het weekend. Na 13 maanden maakte jij je rentree. 13 maanden na dat verschrikkelijke ongeluk. Laten we heel even kijken wat jij won in de B-finale. Ja. Allemaal oranje pakken. Jammer dat dit geen A-finale is. Japan leidt intussen. Watanabe is het Nederlandse feestje aan het bederven. Kan Knecht het nu wel? Dit is wel een inhaalactie. En we juichen, ondanks het feit dat het een B-finale is. Oh! Oh, wat mooi! Hij flitste er langs, zoals alleen de Schicht dat kan. En pakt de overwinning. En dat is echt zijn mooiste aller tijden in een B-finale. Ja, mooi. Dat ving je dus ook weer terug, hè? Mooi. Ja, hoe ging het eigenlijk trouwens? Had je last van je benen? Ik was ergens dat je jeuk had aan je benen. Nou ja, als ik een inspanning heb gedaan dan, daarna dan, en het schaatspak uitdoe, dan begint wel alles echt te jeuken. Maar ja, verder ging het eigenlijk hartstikke goed. En voordat ik in de B-finale kwam, moest ik natuurlijk de halve finale rijden. En daar waren we bijna klaar. Ik denk dat we 1300 meter gehad hadden. En toen viel 80% van de rijders in die rit. Dus toen moesten we opnieuw. En dat was eigenlijk wel het zwaarste van het hele weekend. Ja. Toen moest ik 3 minuten later nog een keer naar 1500 meter. En, maar voel je je net zo goed als vroeger? Nee, dat zeker niet. Nee. Anders zat je niet in de B-finale. Nee, anders zat ik niet in de B-finale. Nee, precies. Nee, maar het gaat wel steeds beter. En dit was gewoon een... We hebben wat foto's, Shinky. En die willen we toch even laten zien. Van jou met je benen. Ik weet niet of je dit heel erg vindt om te zien. Nou, nee. Dit is vervelend? Ik zie het bijna dagelijks. Ja. Maar dit is hoe brandwonden eruit zien. Ja, ja. Kennelijk. Maar hier kan je dus al mee schaatsen. Ja. 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 Heel prima zelfs. Ja. Ja. Is het nog steeds zo of is het dan wat beter nu? Nee, het is nog steeds zo. Ja. En moet je dat elke dag, want ik zie je daar met een soort folie. Ja, nou, dat is een ding om... ik doe er een compressiebroek aan. Ja. Die compressiebroek zit heel strak en dit is een gewoon een aantrekhulp. En wat doet die compressiebroek? Nou ja, die zorgt dat de huid op zijn plek blijft zitten. Want als ik ga lopen zonder die compressiekleding, dan komt de huid weer los van je lichaam. Oh. Ja, is niet heel... Maar heb je die broek nu ook aan? Ja. Die heb je permanent aan? Ja. En die moet je voorlopig ook nog wel even aanhouden? Nou, ongeveer een jaar, tot anderhalf jaar nadat ik geopereerd ben. Jeetje man, maar dat klinkt toch alsof normale mensen nog lang niet... Ja, maar als je schaats, dan heb ik die compressiebroek uit. En dan hebben ze een schaatspak gemaakt die hetzelfde doet als die compressiebroek. Dus uiteindelijk schaats ik gewoon in de compressiebroek. Ja. Maar slaap je daar s'nachts ook in zo'n ding? Nee, s'nachts niet. Want dan lig ik gewoon horizontaal en dan... Komt er geen druk op je benen? Ik moest wel een beetje lachen trouwens. Maar we lagen nog laatst wat stukjes dat jij... Want shorttrack is ook een beetje een familie. Hè? Je bent met z'n allen eigenlijk één grote club. Je wordt ook wel een beetje uitgelachen door collega's. Ja, dat kan. De fakkel, weet je geloof ik genoemd. Ja. En ik krijg wel echt elke dag wel te horen dat ik wel voor hetere vuur heb gestaan. Maar ja, ik lach het zelf vaak het hart. Ja, kun je dat wel hebben inmiddels? Jawel. Maar daar zitten je vader en moeder zitten daar. Hallo vader en moeder. Hallo. Goedenavond. Kunt u daar beide ook een beetje om lachen? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja. Ik las een Liesje Knecht en Joost Knecht. Ik las een mooi interview met jullie in de Telegraaf. Liesje, moeders, u zei van, nou, ik weet niet of ik het wel droog hou. Nee, heb ik ook niet gehouden. Nee? Nee, nee, absoluut niet. Nee. Wanneer kwam het moment dat u... Nou, toen ik vrijdag voor het eerst op de ijs stond. Nou ja, goed, en het ging op zich hartstikke goed. Het schaatsen ging prima, dus, maar ja, goed. Ja, het is gewoon dat het al zo ver weer is. En dat het dan gewoon de eerste keer weer op het ijs, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Ja. Ja, en u woont... Klopt het dat jullie allemaal bij elkaar in één huis wonen? Ja, klopt inderdaad. Ja, jij woont ook boven je ouders? Ja. Jeetje, hoe is dat? Ja, sorry, mam, ik moet daar niet aan denken. Ja, maar... Sorry, mam. Er zijn mensen die het wel gezellig vinden. Ja, ik ben natuurlijk veel van huis en mijn vriendin werkt ook veel. Dus het is ook wel... met twee jonge kinderen is het ook best wel handig. Ja, zo is het ook. Ja, ik ga naar training of zo. En dan liggen de kinderen soms nog gewoon op bed. Ja. Meneer Knecht, ik las ook in dat verhaal in de Telegraaf. Dat was een mooi interview. U vertelde daar ook bij dat verschrikkelijke houtkachelongeluk van uw zoon Shinky, dat u ook moest denken aan uw broer. Ja. Die ooit is overleden. Ja, die heet ook Shinky. Ja. Wat is er gebeurd met uw broer? Bromfietsongeluk, ja. Lang geleden? 38 jaar. Ja.
Maar is Shinky vernoemd, neem ik aan? Ja. En hoezo moest u daaraan denken dan, toen dat gebeurde? Dan denk je niet weer, dat het weer gebeurt natuurlijk. Hè. Dan denk je, ja, dan ga je weer. Ja. Ja, maar gelukkig niet. Dat je nog een Shinky verliest? Ja, hadden we weer één verloren, ja. 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 Nou, gelukkig is dat niet zo. Nee, gelukkig niet. Nee. En gelukkig stond u weer op het ijs van het weekend. Ja. Hoe was dat voor u? Was dat ook emotioneel? Super. Ja, super. Ja. U bent niet een man van veel woorden. Nee. Ik heb het niet van een vreemd, hè? Nee. Jutta, ja goed, ik neem aan dat jullie... Ik weet dat eigenlijk niet, maar ik ga er een beetje van uit... dat men in de schaatswereld elkaar allemaal kent. Ja, we kennen elkaar niet persoonlijk heel goed, maar we zien elkaar wel veel. Ja, maar je was waarschijnlijk ook heel blij dat Shinky weer terug was. Natuurlijk, supermooi moment. Ja, heb je het een beetje kunnen volgen ook? Of nou, eigenlijk niet, want je zit zo in die WK-bubbel dat je... Ja, ik was daar niet heel erg mee bezig met andere dingen. Dus nee. Ik heb het niet heel erg gevolgd, maar ik heb het momentje wel gezien op Instagram. Dus. Ja. Vind je het wel leuk om te kijken, Short Track? Ik hoor alles lange baanschaatsers die zeggen, vind je dat een beetje flauwekul, Short Track? Nee, dat zeggen ze inderdaad wel sommigen, maar ik vind het wel leuk om te zien. Ik hou wel van die tactiek en zo en die snelheid. En ja, ik weet zelf ook hoe het is om met adrenaline door zo'n bocht te gaan op de lange baan. En dat zie ik ook wel terug in de short track, dus vind ik heel mooi. Je zegt net Instagram. Volgens mij weet iedereen in Nederland wel inmiddels dat jij heel veel doet met Instagram. Dat je heel veel foto's post. Valt nog wel mee. In ieder geval hele mooie foto's. Dank je. Mogen we er een paar laten zien? We doen het gewoon lekker. Het is tenslotte openbaar. Hoeveel volgers heb je nu? Nou, het is wel eventjes iets omhoog gegaan afgelopen weekend, dus ik weet het niet precies eigenlijk. Maar volgens mij 245 of 200, zoiets, ik weet het niet. 1000, hè? Ja. Ja, maar dit is, ik heb er een beetje doorheen zitten scrollen en het zijn stuk voor stuk waanzinnige foto's. Dankjewel. Alleen maar ongelooflijk mooi. Daar zit veel tijd in, hè? Dat is niet even klik en... Nee, dat valt echt serieus heel erg mee, want zolang het mijn sport gaat schaden, zeg maar, als ik er te veel energie aan moet besteden, dan stop ik daarmee. Dus dan zou ik in ieder geval minderen. Ja. Maar tot zover... Ik word er alleen maar heel erg blij van en het werkt juist positief. Maar ik zat er een beetje door te kijken. Bijvoorbeeld deze, nou ja, al die foto's. Ja, dat was met een shoot gedaan. Goeie foto. Dat is best wel een goede foto. Maar ik denk dan aan de ene kant, jeetje, wat fantastisch mooi. Maar ook wel wat privé. Ook wel. Voel je nooit ongemakkelijk daarbij? Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel mooi eigenlijk, dus dan doe ik dat lekker. Ja. En ik vind het wel leuk dat jij zegt ook zelf. Jij zegt, ja, ik bouw ook aan het merk Jutta Leerdam. Nou ja, dat is wel iets wat er dan bij komt. Ik vind het vooral heel erg leuk. En... Wat is het merk Jutta Leerdam? Ja, ikzelf. Nou, en, dit. Ja, ik weet niet, ik heb wel een groot bereik. Het is meer dan alleen ikzelf. Het is wel een soort van package. Nee, zeker. En het werkt ook denk ik zeker wel positief in de sport. En sowieso ook wel qua commerciële mogelijkheden, denk ik. En het is altijd wel iets handigs ook om te hebben, denk ik. Een groot bereik, ook voor partijen binnen het schaatsen of gewoon überhaupt partijen. Lijkt mij wel, toch? Ja, als je 250.000 volgers hebt, dan ben je natuurlijk interessant voor merken. Ja, dat denk ik op zich ook wel. Maar het is vooral wel ontstaan uit omdat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. Ik hou van foto's maken, ik hou van foto's posten. En ja, lekker vinden mensen dat ook maar leuk. Maar zegt dan je vriendje Koen af en toe op de bank, kom op, schatje, nou eentje? Nee, hij zegt, wil je ze maken? En dan zegt hij, oké, ik maak er één. En dan moet ik echt mijn best doen om er goed op te staan. En dan heeft hij daarna, zegt hij nee. Ja. Jouw ouders zijn hier ook. Vader Ruud, ik ga even naar u. Het merk Jutta. Ja, u zei zelf, schaatsen is allemaal leuk, maar er moet ook wel wat worden verdiend. Ja, en zo vind ik het nog steeds. Ja? Het is een prachtige sport. En, maar dan zie je Jutta en ook Shinky wat hij ervoor moet doen. Mm-hmm. Om het niveau te halen wat ze allebei nu hebben. Ja, dat zou een ondernemer tot een topondernemer maken. Ja. Zoveel energie, zoveel trainingen, zoveel wil om beter te worden en omhoog te komen. Ja, u zei daar zelf over dat schaatsen is leuk, maar dat moet ook wat opleveren. Ze hoeft niet voor een uitkering te rijden. Dan kan ik via mijn netwerk veel beter betaalde banen regelen. Zeker. Als wat dan? Nou, je hebt ze zelf aan tafel hier. En ze noemt zichzelf beest. Maar goed, de uitstraling... Want u bent zelf tomatenkweker, geloof ik, hè? Ja, ik heb een tomatenkwekerij in Naaldwijk. En ik heb een bedrijfje die doet veredeling en selectie van tomatenzaadjes. Ja. Nou, tot zover de reclameboodschappen. Ik zal dat... Zeg de naam. Shinky, ben jij ook zo actief op Instagram? Nee, zeker niet. Nee. Hoe kijk jij daarnaar? Want dit is wel volgens mij iets nieuws in de schaatssport. Om jezelf op die manier te profileren. En het kan natuurlijk ook. Het kan ook voordeel opleveren. Ja, dat denk ik zeker ook. Ja. Maar ja, ik ben denk ik net een wat ouder. Een generatiekloofje een beetje, denk ik. Dus ja, dan krijg je dat al. Ja. Zo oud ben je niet. Nee.
Nee, dat is wel waar. Maar nee. Ja, ik ben er gewoon niet zo van. Nee. Ja, maar het is ook niet zo gek. Ik heb me ook wel eens verbaasd over dat grote kampioen als Irene Wüst. Die moest op een gegeven moment echt leuren om nog een sponsor te vinden. Ja, daarom. Ik denk dat het daarom ook wel handig is inderdaad zo'n groot bereik. En ik kan ook wel iets terugdoen naar een grote partij of een sponsor. Dus daarom is het misschien ook eerder interessant voor partijen om bijvoorbeeld in een schaats te stappen of met mij samen te werken. En ja. Ik vind het ook echt superleuk. Ja, volgens ons, toch, dan lazen wij dat je contract loopt straks af. En dan wat? Bij Regenborg? Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Wat volgend jaar, ik ga gewoon weer in gesprek met Regenborg. En of dat een nieuw team is of Regenborg, dat ga ik aan het na het WK eigenlijk met mijn man zitten. En dan kijken wat sporttechnisch het beste is, maar ook commercieel. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat na dit weekend dat er wel geïnteresseerden zich aandienen. Ja, we gaan gewoon kijken aan het einde. Gewoon leggen alles naast elkaar. En natuurlijk, sporttechnisch staat mij voorop. En commercieel is dat inderdaad ook wel belangrijk voor mij. Dus we gaan uiteindelijk gewoon kijken wat de beste optie is. En dan ga ik gewoon kiezen. En ik wil gewoon graag nog twee stapjes bovenop doen. En natuurlijk, mijn volgende doel is Olympisch kampioen worden. En ja, dat is gewoon het belangrijkste voor mij. Dat zei je als kind al, geloof ik, hè? Olympisch kampioen wil ik worden. Ja. Ja, vind ik eigenlijk wel mooi dat je dat als kind al dacht. Ja, een doel. Bij het gewest moesten we dan doelen opschrijven. En iedereen zei zeg maar een persoonlijk record rijden. En ik zei al Olympisch kampioen worden. Ja, dus, hoog inzetten. Ja, ik wil dat gewoon nog steeds. En kijk je naar een team samen met Koen? Nou, dat zou zeker een mooie optie zijn. Daar zullen we vast en zeker ook naar kijken. En uiteindelijk, ja, zoals ik zei, we leggen gewoon alles naast elkaar. En dan zien we wel wat het beste is. Ja. 13 tot 15 maart hebben wij nog in de agenda staan. De WK Shorttrack in Seoul. Ben je daarbij, Shinky? Ja, dat is aan Jeroen. Dat weet ik zelf niet. Ik denk wel dat ik... Jeroen, de coach. Ja, ik denk wel dat ik afgelopen weekend wel heb laten zien dat ik zeker nog wat bij kan dragen in een relayploeg. Want de individuele plekken zijn in principe al vergeven. En dus, Maar Shinky, jij bent toch een man van statuur? Jij zegt toch gewoon tegen Jeroen Otter, ik ben daar gewoon bij straks in Seoul? Nou, zo werkt het niet helemaal. En er zijn ook nog... we zitten met 8 jongens in de ploeg, dus... Er moet hard gestreden worden om die plekken en ze kunnen allemaal hard schaatsen, dus dat laat ik lekker aan Jeroen over. Ja, nou ik zeg maar zo, geen WK shorttrack zonder de fakkel, hè? Ja, dat kan. Ja. Goed, fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Shinky Knecht en Jutta Leerdam. Straks praten we met China-correspondent Leen Vervaken en Anouk Eigenraam over het coronavirus en hun